Beste kijkers van Omroep Pim, in de Broeke Feestweek zijn we hier in Broeke Waterland om wat opname te maken van kinderactiviteiten. Dat is in handen van de organisatie Sportify Kids. Zij zijn eigenlijk een buitenschoolse opvang en hier bekend in Broeke Waterland. En ze doen vanmiddag een heel groot aantal activiteiten. Van sminken, knutselen, maar ook zoals je hier op de achtergrond ziet een soort levend tafelvoetbal. Er komt straks nog een hockeytoernooi en een voetbalveld op het kunstgras. Er is ook een bootcamp. Kortom, we maken hier wat mooie sfeerbeelden van activiteiten hier in de Broeke Feestweek vanmiddag. Ben je lid van SDOB? Nee, maar mijn broertje wel. En in welk team speelt je broertje? Dat weet ik niet. Oh, is die al bij de Effies? Hoe oud ben jij? 9. En hoe oud is je broertje? 6. Oh, dan is hij nog bij de hele jonge kinderen. Ja. Welke sport doe jij? Turnen. Ook hier in Broeke Waterland? Ja. Hoe heet jouw vereniging? Sparta. Is dat in de gymzaal van de basisschool? Ja. Zit je op de havenrakkers? Ja, dat ook. Eerst een... Ja? Eerst. Wat gaat het worden? Een hond. Ga je een hond worden? Ja. Ik word een Spiderman. De organisatie is dus bij Marijn van Zulk en die staat hier naast mij. We zien hier op de achtergrond twee activiteiten. U vertelt over wat zijn we aan het doen. We zijn aan het hockeyen hier en we hebben een voetbaltoernooi. En verder hebben we ook nog een bootcamp activiteit die we doen met de kinderen van 4 tot en met 12 jaar. Zouden alle mensen weten wat bootcamp betekent? Bootcamp is een vrij populaire sport op het moment. Het is eigenlijk heel fanatiek en op snelheid zo snel mogelijk een parcours afleggen. Maar hier maken we er een beetje een speelse activiteit van voor de kinderen. Hier is de pion. Dan moet je er even ruimte geven. Dan wens ik je heel veel succes. En als ik go zeg, dan moet jij je tempo zetten. Ja, ja. 3, 2, 1, go! Ja, prima! Irritante! Hoeveel seconden heb jij? Nee? Hoeveel seconden heb jij? Je verliest er één! Je vergeet er één! 26! Oh, moet lukken! Dan komt er een seconde bij. 27! Nee, ze verliest. Ze verliest één. Ja, ze verloor. Ze verloor een lint. Ze verloor een lintje dus. En dat kostte? Ja. Dat kostte er een seconde. Oh, valt wel mee toch? Ja. Ik voel wel erg mee. 2, 1, go! Disqualificeert. Het gaat om het meedoen.
En het hockeyen, is dat ook in teamverband of is dat om te oefenen? Nou, het hockey is nu gewoon lekker vrijblijvend, want het is een vrijblijvende sportdag. Dus kinderen kunnen gewoon instromen en lekker gaan hockeyen. En er is altijd een sportbegeleider bij die dat organiseert. En nu doen ze een lekker wedstrijdje hier achter ons. Behalve die twee dingen die we hier zien, zijn er nog veel meer activiteiten die jullie hier vanmiddag op het park van SDOB organiseren. Kunt u daar nog iets meer over vertellen? Absoluut. We doen ook tafelvoetbal, maar dan levend tafelvoetballen. Dus dan zijn de kinderen aan elkaar vast en dan moeten ze proberen te scoren. We hebben basketbal en we hebben nog straks een wipe-out parcours. Ja, wipe-out is een normaal liter een heel groot parcours wat ze doen. En wij hebben gewoon één onderdeel en dat is een paal die draait rond. En daar moeten de kinderen overheen springen. En als je geraakt wordt door de paal, dan ben je af. Dus dat is wel een spannend spelletje. En de deelname van de kinderen, hoe is het daarmee gesteld? Nou, dat is een leuke opkomst. De kinderen zijn op verschillende plekken bezig. Dus er wordt binnen ook nog geknutseld. Dus het verdeelt zich lekker over het hele sportcomplex. Maar we hebben een goede opkomst. Nou, heel veel succes en dank u wel. Hier is mijn papa. En hier komen we.